rotorschoffel van de Duitse machinefabrikant Fotoheiler is al langer in ontwikkeling, maar nog maar kort op de markt. In Nederland draait inmiddels het eerste exemplaar. Hier is de schoffelmachine aan het werk in het gewas Valeriaan. De schoffel bestaat uit een conventionele schoffelbalk, voorzien van rotors die camera gestuurd in de rij tussen de cultuurplanten schoffelen. Zo wordt vrijwel het hele oppervlak bewerkt. De rotors worden elektrisch aangestuurd en hangen in een parallelogram met automatische sensorgestuurde hoogteregeling. De schoffel heeft een hydraulisch aangedreven generator om de stroom, 48 volt, op te wekken waar de rotors mee worden aangedreven. De bovenste arm van de parallelogrammen van de Hatzenbiegler zijn vervangen door een geïntegreerd hydrauliek blok. Andere bijzonderheid zijn de meesturende loopwielen. Bedienen en instellen gebeurt met een touchscreen tablet. Onderin kun je ieder element aantikken voor heffen of zakken. De cirkeltjes markeren de cultuurplanten, maar het real-time beeld is op te roepen.